Vandaag bij Meer Zoetermeer. G bij. Voor het eerst, volgens mij. Hier, zeker, ja. G bij, ik ken je en ik mag in dat verband jij zeggen. Tuurlijk. En voel je vrij om hetzelfde te doen. Uiteraard. Maakt het wel wat gezelliger mogelijk. G, ik ben eens even gedoken in Raad en Daad. Dat is jouw huidige bedrijf. Ja. En daar wil ik het dadelijk met je over hebben, maar ik wil het eerst even over jouzelf hebben. G bij, vertel, waar kom je vandaan? Waar kom je vandaan? En wat heb je allemaal gedaan totdat Raad en Daad in de lucht kwam? Nou, kort, ik kom uit Leiden, daar ben ik geboren. Zo'n 61 jaar geleden. Ook in dezelfde straat gewoond. Dat vind ik toch wel ook wel leuk om te melden. Spiegelstraat, zo'n 18 jaar. Vanuit daar naar Sios gegaan in Overveen. Dat was in die tijd toch wel een behoorlijke opleiding. Sporten? Sportopleiding, ja. Alleen nog mannen hè, in Overveen. Dat was nog zo. Gezellig. Gezellig. Maar wij wisten dat de vrouwen in Arnhem zaten. Maar dat is terzijde. Sios Overveen afgemaakt, kort in de buurt- en clubhuiswerk in Den Haag. Daar als sportleraar aan de slag gegaan. En vandaar verkast naar Barneveld. Dan zou je zeggen, hoe kom je daar nou? Residentiële hulpverlening, oftewel kinderbescherming. Mensen die uit huis geplaatst werden, kinderen. Om diverse uiteenlopende redenen die werden daar uit huis geplaatst. Dat was ook toen nog zo. Gebeurt nog wel, maar veel minder. Ook als sportleraar aan de gang gegaan. Daar heb ik ongeveer 12 jaar gezeten. Geëindigd als pleegvader in mijn eigen gezin. En 10, 12 kinderen opgevangen. In allerlei leeftijden. Daaruit vertrokken weer terug naar het westen. Kwam ik terecht eerst in de Lindenhoeve, een jongerencentrum in Voorschoten. Helaas afgefikt en daar zitten nu andere dingen in. En toen naar de boerderij, Zoetermeer. Daar kwam ik binnen op het moment dat zeg maar, het ouderwetse jongerencentrum-idee een beetje aan het vervagen was. En er een overlevingsstrategie moest komen van nou, hoe gaan we dat dan verder financieren. Kortom, dat is getransformeerd naar zeg maar, de poppodia die we nu allemaal kennen. Ja. Vergelijkbaar met Paard in Den Haag, Tivoli, Utrecht. Ja. Een boerderij Zoetermeer hoort daar nog steeds onder. Hè, als een van de toonaangevende poppodia's in Zoetermeer. Ook daar 12 jaar gewerkt. Even voor alle duidelijkheid, we hebben het over de oude boerderij. De oude boer. Er is in Zoetermeer nog onder de Zoetermeerders of de boerderijgangers. Ja. De oude en de boerderij, dat leeft nog steeds. Ja. We hebben de oude boer in echt de boerderij. Ja. Aan de Voorweg, waar nu ook woningen in zitten. De vorm is er nog wel, maar het is een heel ander gebouw. Ik heb nog wel de nieuwbouw gedaan, die aan de Amerikaweg. Maar daarna ging het licht ook een beetje uit, zal ik maar zeggen. Een beetje erg veel druk. Toen besloot, als ik nog een keer hard wil werken, dan doe ik het een keer voor mezelf. En daar is Bij Evenementen uitgerold. Een bedrijf wat zich bezighoudt met events, in de breedst mogelijke zin van het woord. Public events, bedrijfsevenementen. En dat is 4 jaar geleden uitgebreid met een zakenpartner erbij. Tim, jonge gast, je moet aan de toekomst denken. Hè? Mm-hmm. En ook een stukje ontlasting van deze man. Dat is omgevormd naar Bureau Raad en Daad. En uitgebreid met marketing- en communicatieactiviteiten. Hmm. Ik heb de site bekeken, ziet er strak uit. En inderdaad, Tim van Ekel is jouw partner. Jullie doen het met z'n tweeën, het is jullie bedrijf. Het is ons bedrijf, wij zijn de kern. Maar met een heleboel freelancers om ons heen. Mm-hmm. Wij zeggen altijd, we hebben niks. Maar ik ben net een makelaar. Een makelaar, een huizenmakelaar, die heeft ook niks. Die heeft het huis van de een en die wil die verkopen aan een ander. Nou, zo moet je het bij ons zien in de zin van, als mensen bij ons komen met een vraag over een evenement of marketing, publicaties, dan gaan wij voor hun zoeken bij de mensen waar wij vertrouwen in hebben, die dat voor ons doen. En dat verkopen we aan de klant. Mm-hmm. Dat heb je niet automatisch zomaar. Het is niet zo dat je opdrachten direct één op één binnenkrijgt. Ik las bijvoorbeeld voor het golfgebeuren Bentwoud. Uh-huh. Hoe moet je dat noemen, de golfclub? Het is de golfbaan Bentwoud. Bentwoud. Ja. Dat daar een pitch voor was. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoeveel kandidaten zijn er? Dat is tegenwoordig in. Dat is een soort modewoord aan het worden pitchen. Pitchen houdt in dat je met meerdere bedrijven gevraagd wordt een offerte uit te brengen en een voorstel. Mm-hmm. Dus een voorstel inhoudelijk en een kostenprognose.
En op basis van die voorstellen maakt de klant een keus. Dat is een pitch. Dus hoeveel er meedoen, daar houden we wel een beetje de vinger aan de pols. Hoeveel waren dat er bijvoorbeeld? Mag je dat zeggen? Oké, er waren drie en dat organisaties is meestal, in de weer. Is dat redelijk gemiddeld? Dat is het redelijke gemiddelde, ja. Want als het meer gaat worden, dan zeggen wij vaker ook, dan doen we het niet. Want er gaat toch redelijk veel tijd en werk in zitten in zo'n voorbereidend verhaal. Ja. En als je het met drie doet, dan weet je dat je de kans loopt dat je het niet krijgt. Maar dat is dan all in the game. Ja. Maar als daar meerdere aan gaan meesleutelen, dan zeggen wij al, nou, dat wordt hem niet. Ja. Dat doen we dan niet. Goed, en dan haal je hem binnen. Ik las, dat was begin dit jaar, dan win je die pitch. Om het zo, is het een soort van, goed, je ervaart het ook zo van, yes. Ja, nou ja, het is natuurlijk hartstikke leuk als jouw voorstel eruit springt en dat er gezegd wordt, hey, we gaan het met jou doen. Dat is hartstikke leuk. Moet je het daarna wel weer waarmaken. Ja, ja. En moet de klant ook zich houden aan de afspraken die er zijn gemaakt. Ja. Ik in de enorme lijst van activiteiten die op Raad en Daad terug te vinden zijn, we zitten niet voor niks bij Meer Zoetermeer, heb ik de Zoetermeers, of in ieder geval redelijk in de buurt. Bentwoud is wel niet gemeen Zoetermeer, maar toch het ligt aan de rand, behoorlijk in de buurt. Heb ik de Zoetermeerse highlights eruit gehaald. Wat me verder daarin opvalt nog is het parochiecentrum, of parochieplein. De katholieke kerk in Zoetermeer. Katholieke kerk Zoetermeer. Ja. Die staat, zoals vele Zoetermeerders mogelijk wel weten, in de Dorpstraat. Hè. Ik noem het altijd maar, als je het over de kerk hebt, de Zwarte Kerk in de Dorpstraat. Ja. En daar zit een heel complex rondom en daar zijn allerlei plannen voor. Wat gaan jullie daar, wat is daar nu het idee? En kan je daar ook nog wat over zeggen als het gaat om de eventuele rol die dat stuk Dorpstraat nog in verbinding met het stadshart brengt? Is dat het spel ook nog mee? Je zegt een heleboel dingen wat er inderdaad mee te maken heeft. Misschien eerst vertellend, hoe komen wij nou aan het parochiehuis? Mm-hmm. Hoe komt het parochiehuis nou bij ons? Ja. Nou, dat is puur kennissen die elkaar kennen. Ja, ja. Ik ken iemand die bij mij in de Rotary heeft gezeten, die is daar bestuurslid. Nou, dan heb je een link gauw gemaakt. Wij hebben een plan daarvoor geschreven. Wat is er nou aan de hand? Er wordt al jaren geroepen over de zogenaamde culturele as tussen Stadshart en Dorpstraat, waar je dan op het Nicolaasplein uit zou moeten komen, zo ongeveer. Daar heeft te maken met het Forum, dat heeft te maken met die Nicolaaschool. Gaan ze die nou wel niet afbreken? Kortom, een heel complex geheel waar nog steeds trouwens geen duidelijkheid in is. Wat gaan we daar nou doen? De katholieke kerk heeft zelf plannen ontwikkeld, los daarvan. Maar toen ze dat hoorden van die culturele as, wel natuurlijk meedenkend in. Plannen gemaakt om hun complex, en dan heb je het echt over de hoek waar je het net over had, tot en met hun kerk, hè, die hoort er uiteraard bij, om dat te herinrichten. De gebouwen, parochiehuis en wat erachter stond, het oude Domino en Dillinger, noem ik het maar even. Wat er nou allemaal gezeten heeft, dat weet ik niet eens meer, maar wel heel wazig. Hun kerkhof, dat wordt allemaal gerestaureerd of zelfs plat gegooid en herbebouwd. Als het allemaal gefinancierd kan worden. Ja, ja. Dat is natuurlijk het hele verhaal. Wij zijn erbij geroepen om eens te kijken van nou, hoe zit de organisatie van de katholieke kerk er nou uit? Is er draagvlak te creëren binnen die organisatie? En hoe zou je dat dan moeten communiceren? Dat is de eerste fase wat wij nu onderzocht hebben. Omdat de katholieke kerk bestaat niet alleen uit het gebouw in de Dorpstraat, maar heeft in alle wijken, dependance, dat heet zo niet, ik geloof dat de vicaris heet. Maar dependance, kerken, en men streeft er wel naar om een breed draagvlak onder hun geloofsgenoten te krijgen. Ja, ja. Om dat toch wel grote projecten draagkracht te geven. Ja, ja. Dat is een beetje het beeld. Okay. Dan, volgens mij altijd een belangrijk jaarlijks terugkerend evenement in onder andere ook jouw kalender, Bevrijdingsfestival. Ja. Het is één dag toch, hè? Het is natuurlijk gewoon op 5 mei, hè? Dat is helder, het is één dag, maar het is een vrij uitgebreide, hè? En normaal gesproken aardig wat publiek trekkende gebeurtenis. Ja. Hoe is die dit jaar verlopen? Ja, we zijn nu, hebben we dit voor het 12e, 13e jaar, ik weet het niet eens meer, gedaan. We zijn dus klein begonnen en nu hebben we alle Nederlandse toppers zo langzamerhand gehad op het podium. En het was weer hartstikke goed verlopen. Er komen zo rond de 10.000 man op zo'n plein staan. Helaas moeten we van veiligheidswegen moet het omhekt zijn. Ja, daar wil ik het nog even met je over hebben dadelijk. Daarvoor noem ik het maar even. Ja. we hebben tot nu toe de meeste Hollandse toppers gehad.
daarna moet je natuurlijk wel podium en equipment moet nagelang aangepast worden. Dus het is gegroeid en gegroeid. Maar tot nu toe met groot succes, kun je wel zeggen. Ja, ja. Want er komen toch nog steeds heel veel mensen op af en die hebben het er altijd steeds over. Ja. Het hek. Het hek. Ja, ik wil het er toch even over hebben. Ik ben niet alle. Ik ben een aantal keren ben ik er zelf geweest. Mm-hmm. En ik ervaarde het zelf. En wie ik ook sprak als ongemakkelijk, beklemmend. Juist op een dag van de bevrijding, de feestdag. Met alle, en daar worden natuurlijk 4 mei, met alle nare associaties die hekken kunnen hebben, is het lastig. Is dat nou echt een onontkoombaar iets waar legt de politie dat op? Dat is gewoon het verhaal. Ja, ja. Wij krijgen, niet alleen wij, als evenementen organisatie, in dit geval is het trouwens Floraventuur, in wiens opdracht ik werk, laat het ook helder zijn. Ik faciliteer, ik ben een ondersteuner, maar in die organisatie komen heel veel eisen vanuit de overheden en het politioneel apparaat. Dat zijn wij niet alleen, maar dat gebeurt in heel Nederland. En we merken toch dat het wel eens verschilt. En helaas in Zoetermeer is het zo dat tot nu toe het bestuur en de politie heeft gemeend dat dit soort grote events omheind moeten worden. Sterker, ook met visitatie, toegangspoorten, et cetera. Ja. Wij, en ik weet ook zeker Floraventuur als organisator, is daar niet blij mee. Okay. Dus wij zijn daar niet blij mee. Okay. En sterker, je legt zelf de link. 5 mei moet je totaal met iets anders associëren. Ik vergelijk het altijd maar met dat is helaas ook weer van de baan, maar de grote feest op Museumplein Amsterdam. Ja. Nou, als je daar nou ziet hoeveel mensen daar staan, zonder hekken. Ja. Want iedereen kan erop en eraf wanneer die wil. Ja. Dan denk ik, waarom daar dan wel? Ja. En in een stad als Zoetermeer, laten we eerlijk zijn, we zijn wel een grote stad geworden, maar we stellen voor Amsterdam natuurlijk nog niks voor. Dan denk ik, waarom nou? Ja. Maak dat vrij, maak dat open. Ja. Ik denk dat je ook veel minder problemen zou hebben. Maar goed, dat is niet aan ons, dat ligt niet aan de organisatie. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Dat is duidelijk. Dan eentje vrij recent nog, eind juni, de festivalweek. Zoetermeer, ook wel bekend als Zoetermeer Cunea, althans dat ook nog op de donderdagavond had er wat voor moeten zitten. Maar er werd ook, dat was echt niet door de politie roet in het eten gegooid of door overheidsmaatregelen. Maar daar dat was het weer, gewoon, Ook dat hebben we al 12, 13 jaar gedaan, dat is ook gegroeid. 1 dag culinair, 2 dagen culinair, nu 3 dagen culinair. Ja. En toen werd er gesteld, als zo'n grote productie er toch staat, maak er dan optimaal gebruik van. Vandaar dat daar onderdelen aangeplakt zijn, waaronder Battle of the Bands, voor het jongere publiek met name. En klassiek op het water. Ja. Dat is wel een beetje een persoonlijke wens van mij, om dat nog eens te doen. Het is toch een ondergeschoven kindje, vind ik nog steeds in Zoetermeer, dat er aan klassiek, in wat voor vorm dan ook, weinig aandacht besteed wordt. Maar helaas heeft de variant dit jaar zwaar te lijden gehad onder de weersomstandigheden. Ja. Op donderdag is het zelfs afgelast, de Battle of the Bands. En klassiek, dat was toen even in elkaar geschoven. Dat had er allerlei met subsidies te maken. Maar toen hebben we het niet gedaan, omdat de weersomstandigheden dat echt niet toelieten. Vrijdag hebben we hem dan wel opgegooid, die grote paraplu, de Perfect Sky. En helaas is die ter ziele gegaan, ook door de weersomstandigheden. En hebben we hem laten hangen, die vrijdag. Want hij was zelfs te gevaarlijk om hem naar beneden te halen. We hebben hem in de nacht van vrijdag op zaterdag weggehaald. Zaterdag zonder Perfect Sky gedraaid. Heel goed weer gehad. En in de nacht van zaterdag op zondag hebben we de kleinere erin gegooid. En toen was het weer goed, want zondag kletterde het water weer naar beneden. Ja. Dus dat kan ook gebeuren. Als we dan zeggen, op dat moment zeg ik niet zulke leuke woorden. Maar als je dan terugkijkt, als dat dan 1 keer in de 13, 14 jaar gebeurt. Ja, het kan niet anders. Het is niet anders. Het gebeurt regelmatig. Kijk naar Steenhoek, de laatste. Duidelijk. Tot slot, G. Wat zijn, dat hebben we gehad in 2012. Wat zijn wat is je komende echt flinke project in Zoetermeer? Wat wij nu gaan doen. Alle Zoetermeerders wat mee kunnen? Niet alle Zoetermeerders. Ik doe ook wat business events. En een van de dingen die ik mag doen, ook weer een opdracht van Floraventuur, is het golftoernooi. Okay. Het jaarlijks terugkerend golftoernooi voor de donateurs en andere relaties. Dat gebeurt 12 september. Hoe kun je het uitkienen? Hè? Op de stemdag, dat iedereen naar de stembus moet. Dus dat zal daar wel tussen verpakt moeten worden. De start is iets later en de uitslagen zullen wat vroeger komen, want iedereen wil natuurlijk naar de televisie.
Dat is de eerste wat we aan het doen zijn. En daar zijn we ons al, dat klinkt raar, aan het voorbereiden voor 5 mei 2013 ja. en de eventweek. Ja. Want hoe groter dat wordt, des te grotere voorbereidingstijd heeft dat weer nodig. 5 mei volgend jaar zonder hek. En, hopelijk. En Zoetermeer culinair met goed weer. Met goed weer, laten we dat ervan uitgaan. Hartstikke goed. Geen ja. wij bedankt voor je. Dank je voor dit gesprek. Komst.